Gewoon gezellig onder elkaar, dat is ook altijd leuk. Nu nog niet, maar ben ik de komende dagen wel. Eten en drinken en cadeautjes. Hallo, hier zijn we weer van Voorneputten Spreekt, op het winkelcentrum in Spijkenisse. Wij zijn benieuwd, hebben onze inwoners de kerstboom al staan en hebben ze nog leuke kerstplannen? Nee, nog niet. Veel te vroeg. Ja. Bent u toevallig ook een beetje van de kerstmuziek? Nee, niet echt. Dat niet. Nee. Nee. Wel de kerst, maar geen muziek. Gewoon gezellig onder elkaar, dat is ook altijd leuk. Ja, maar ik ga naar Dubai. En zet u dan nog een kerstboom thuis neer? Of zegt u van, nou, ik ben dan toch in Dubai, dan hoeft het niet zo? Nee. Mevrouw misschien. Ik heb nu nog geen kerstboom bij staan, maar ik ben wel dat plan om van de komende maand, week ongeveer neer te zetten. Maar ik heb er wel zin in. Ik ga ook ongeveer een dinertje klaarzetten met mijn familie. Maar mijn familie is ook niet zo groot, dus dat gaat ook niet gebeuren. Ben je gauw klaar? Nou, het is ongeveer gewoon de eerste kerst al dat je het gaat vieren. Het is een leuk momentje, maar daarna ben je wel klaar, ja. Nog geen kerstplannen. Nee. Duidelijk. Het zal hetzelfde zijn als andere jaren. We doen er weinig aan, hè? Ja. De kinderen zijn toch weg? Ja. En we zijn saampjes. Oh nee, we hebben een logé. Floris, de hond. Oh, ja, de hond. Ook gezellig, toch? Kerstplan, toch? Ja. Dat is het bij. Maar verder hebben we geen plannen. Nee. Nu nog niet, maar ben ik de komende dagen wel. En gaan jullie nog een kerstboom opzetten? Nee, zelf niet. Nee, nee. Nee, wij zetten geen kerstboom, nee. Maar we gaan wel met familie... etentje doen en cadeautjes uitdelen. Maar geen kerstboom. Genoeg liggen in huis. Leuke kerstplannen. Ja, er komt familie op bezoek. We hebben ervoor gekozen om weer uit te wisselen. Dus de ene kerstdag bij de schoonouders en de andere komen de ouders bij ons. Vinden jullie dat zo vroeg al kerstmuziek wordt gedraaid? Vervelend. Dat is nog 2 maanden van tevoren. En ik vind dat het een beetje de kerststemming verpest. Ja. Duidelijk. Mij maakt het niet zo uit. Ik vind kerstmuziek altijd wel leuk om te horen. Maakt niet uit in welke periode van het jaar het is. Het lekker zomer is, keihard warm is. Waarom niet? Het is toch vrolijk? Nou, nog niet echt. Ik vind het nog veel te kort toch om kerstplannen te maken. Dus ja. En hebben we de kerstboom wel staan of vind je het daar nog iets te vroeg voor? Daar vind ik het nog veel te vroeg voor. Want eerst nog even de herfst zien te doorstaan en daar hoort Halloween bij. Dus wij hebben Halloween versiering. Eten. Ja. Ja, verder weet ik het niet. Eten en drinken en cadeautjes. En gaat u dan nog een boompje opzetten of iets van gezellige lichtjes in huis? Ja, lichtjes dat altijd, wel. Ja. Maar een boom? Nee, hè? Een boom niet meer. Nee. Veel te veel troep. En heb je de kerstboom al staan of is dat nog te vroeg? Nou, als het aan mijn vriendin ligt, staat hij al het jaar, maar ik ga hem nog niet opzetten. Kom ergens in november wel. Leuke kerstplannen. Gewoon thuis lekker. Met familie. Heerlijk. En gaat u de boom al binnenkort opzetten? Nou, dat doe ik meestal na mijn verjaardag. Dus ja. Dus ik ben een week voor de kerstjarig en dan doe ik meestal daarna mijn boom opzetten. Heeft u de kerstboom al staan? Nee. Nee, nog niet. Ik vind dat veel te vroeg wat dat betreft. Dus nee, dat begin ik nog niet aan. Wat vindt u van de kerstmuziek? Vindt u dat het al gedraaid moet worden of vindt u dat nog een beetje te vroeg? Nou, mag nog even wachten. Het is altijd wel gezellig, maar ik hou wel van kerstmuziek. Dat blijft altijd leuk, toch? Ja, gewoon met familie of zo. Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon eten met familie en zo, gewoon gezelligheid. Nou, super. En hebben jullie thuis al de kerstboom staan of is het nog iets te vroeg? Nee, dat doen we nog niet. Meestal gewoon begin december, dan doen we dat wel. Nu nog niet. Nee, helemaal niks eigenlijk. Nee, ik hoop dat ik iets te doen krijg. Dus ja, niet echt iets interessants gepland. Dus misschien even waarschijnlijk gourmetten met de ouders. Nee. Gezellig. Oude, ja. Bordspelletjes misschien. Even gezellig maken. Leuk. En heb je al een kerstboom staan of is het nog iets te vroeg ervoor? Nog niet. Minstens Sinterklaas. Daarna komt de kerstboom wel.